Yo mensen, kijkers van de Koolie Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag gaan we een potje Call of Duty doen. Vandaag gaan we gewoon lekker een beetje free op Nuketown spelen. 1 of 2 potjes, dat weet ik niet precies. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Nu spelen de game mode Hardpoint, zoals jullie kunnen zien. En Nuketown, dat is natuurlijk een hele leuke map. Het is een van mijn favoriete maps. Dadelijk natuurlijk met de nieuwe DLC's komen er nog leukere maps uit. Zoals een remake van High Jacket heb ik begrepen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dat is natuurlijk die boot van Call of Duty Black Ops 2. Ik vond het een hele leuke map en ik heb gehoord dat er een remake van moest komen. Maar dat maakt verder niks uit, want dat is er gewoon allemaal niet uit. Dat komt over een maandje of dag ergens begin februari. Dat de eerste mensen mochten beginnen met spelen. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in. Ik verheug me er echt op. Dan gaan we natuurlijk ook volop die maps uploaden. We gaan eens even lekker kijken hoeveel kills we kunnen maken. We hebben nu al 2 kills te pakken. Dus dat is alvast mooi. We moeten nu even wat vlaggen gaan capturen. Ik ga lekker op de objecten spelen. En oeh, er staat een heel lelijk ding daar in het midden. Ik heb natuurlijk wel een rocket launcher. Verdorie. Op een of andere manier bewolken denk ik heel sloom. Iets wat heel apart was. Ik speel heel veel met mijn CUDA. Een van mijn favoriete wapens, zoals jullie natuurlijk vast zeker al weten. Hup, bam, die is destroyed. En dan word ik hier keidik gewallbanged. Dus eigenlijk door de muur neergeschoten. Altijd heel vervelend natuurlijk als het gebeurt. Weet alleen dat het wel regelmatig kan gebeuren. We moeten op een of andere manier even bij het hardpoint zien te komen. We hebben 2 kills te pakken. Een reload voor de derde en vierde keer. Nee, helaas niet. Er stonden te veel mensen en dan ga je, ja, wordt het eigenlijk automatisch al iets moeilijker. We hebben het hardpoint en we zijn het hardpoint alweer kwijt. Zag ik nu goed dat er van die wielen in het spel zaten? Ik weet niet of ik het heel goed zag, maar ik was er een beetje bang voor wel. Ja, dus. Had ik eigenlijk heel goed gezien. En eigenlijk had ik net gezegd dat we een beetje voor het objectief gaan proberen te spelen. Maar we hebben nog maar 7 seconden in het objectief gezeten eigenlijk. Maar ja. We hebben natuurlijk wel een team nodig die ook wel meehelpt om op die objectives te gaan zitten. Op het moment dat ik als enigste de hele tijd op die hardpoint moet gaan zitten, dan gaat het helemaal fout. Hier, blaas hem maar op. Mij niet. Ach, verdorie. Daar heb ik echt zo'n hekel aan die banden in het spel, joh. Hoe heet die ding ook weer eens? Webs Deploy Ship, volgens mij. Maar is het web deploy ship, ja. Of weet je, het is gewoon webs eigenlijk, dacht ik. Jongens, kom op. Go, go, go. Voordat hardpoint is. Ren er naartoe. Offer jezelf op. Want we moeten hoe dan ook dat hardpoint zien te krijgen. Jongens, dit gaat niet goed zo. We moeten op een of andere manier gewoon naar binnen. Kom op. Zijkantjes pakken of zo. Hoppa. Perfect fire is neer. Ah, nee. Hoppa, die hebben we lekkertje. Ja, jongens, hou dat hardpoint. Blijf erop. Nee, we zijn het hardpoint nu alweer kwijt. De kat is bijna die. Oh, dat was ik heel scheef. We gaan even terug omhoog. En we gaan nu het hardpoint houden. We houden het hardpoint. Go, 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 go for it. Oh, nee. Kom op, jongens. Hou dat hardpoint is. Zo moeilijk is dat niet. Wow, met z'n allen. We krijgen echt alles op ons neer. Maar dat vind ik helemaal trouwens niet erg. Ik vind dat af en toe wel lachen, joh. Hoppa, lekker, joh. Wat? Had je me niet geraakt? Lol. Oh, poeh. Ik zou trouwens ook niet weten hoeveel kills we hebben. Ik vind het trouwens wel nice gaan zo. Nee. Word ik keidik gewallbanged. Kom op jongens. Ik heb echt zo'n hekel aan dat door het muur heen schieten. Daar heb ik echt zoiets van. Nee. Is niet eerlijk. Vind ik niet aardig. Nee. Ja, jou vind ik ook niet aardig meneer. Hardpoint lost. En in het begin ging het best wel lekker, maar dat was eigenlijk zo voorbij. Weet je, we gaan hier zo zitten. Of zo. Ja, we hebben een kill. We hebben hem. Maar hardpoint is eigenlijk ook een game mode. Dan mag je eigenlijk even wel in hoekjes blijven zitten. Want anders komt dat niet goed. Als je dat niet doet, reload. Nee, van de andere kant. Ja, dat was heel slim aangepakt. Natuurlijk eerst afleiden en dan aanvallen.
Kom, kom, kom voor het hardpoint, jongens. Ga voor het hardpoint. En nu blijven zitten op dat hardpoint. En nee, achter me. Ik kan ook niet alle kanten in de gaten houden. Dit zou eigenlijk niet hoeven te moeten kunnen gebeuren. Whatever dan ook. What? Ik word echt zo smerig van alle kanten elke keer bekogeld. Maar ja, het hoort er eenmaal bij. Nee. Ja. No. Ja, hardpoint lockdown. Hardpoint is voor ons. Nee, jongens. Oh, zware explosieven hier de hele tijd. Explosies. En niemand van ons. Ah, hè, eindelijk. Ze proberen ook niet echt op het hardpoint te zitten of zo. Zo'n idee heb ik eigenlijk. Maar ja. Go for it. Maar de enemies die gaan ook echt totaal niet op het hardpoint zitten of zo. Die hebben ook echt zoiets. Ja, weet je, we staan toch voor, joh. We halen iedereen gewoon neer. En natuurlijk een hele slimme, logische denkwijze eigenlijk ook. Want daardoor duurt het potje eigenlijk weer wat langer, dacht ik. En nu hebben ze het hardpoint. En dan gaan ze er weer uit. Dus puur om die punten eigenlijk te pakken. Het zijn gewoon gratis punten die ze daarmee kunnen pakken. En dat is natuurlijk op een hele slimme manier bekeken. Wow. Ja. Daar kunnen we niks aan doen aan die war machines. Allemaal UV's in de lucht. Verdorie. Hardpoint contested, ja. Nee, jou hebben we. Lekkertje. Ik ben trouwens wel eindelijk... Oh, nee. Ik dacht echt dat het een friendly was. Nee. Ja. Blijf op het hardpoint. Au. Oh. It's burning, man. Lekker. Oké. Laat je zien. Laat je zien. Nee, dus. Hardpoint lost. Oh, we beginnen ook een beetje terug te komen. Maar we hoeven er maar één keer op het hardpoint te zetten en dan winnen en al dus. Dit gaat hem niet worden, denk ik. Dat ik een paar kills probeer te maken. Lekker. Oh, daar had ik net even een aantal kills, maar... Weet je, ik ga gewoon proberen om nog een paar kills te maken met mijn autootje ofzo. Woep. Als we nu even geen hardpoint meer krijgen, dan kunnen we nog even kijken wat er in mijn care package zit. Al zou het niks goeds wezen, denk ik. Dacht eens van die, mijn care package. Ja, wel iets waar we mee een hardpoint kunnen verdedigen, dus. Nee, helaas, het is er voorbij. Voor jou en voor mij. Oh, nu staat dat ding trouwens helemaal fout. Oh, wacht, nee, dit gaat trouwens tot 250 punten. Wauw, dit is nog voorlopig niet voorbij. What? Ook zo'n domme actie voorbij. Ik dacht gewoon dat het even 200 punten ging. Hoe komt dat? Gaat er een game mode tot 200 punten? Dat zou eigenlijk helemaal niet eens weten. Ah, verdorie. Dit ging niet helemaal goed. Ik ben trouwens wel benieuwd... Hoe ik heb gespeeld. Ik vind zelf dat ik op zich nog best wel netjes heb gespeeld. Want ik heb wel de hele tijd op het hardpoint gezeten. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus laat zien dat je echt op het hardpoint kunt zitten en zo. Mwah. Ik vraag me echt af, joh. Of we dit nog kunnen winnen, überhaupt. Maar weet je, het gaat er nu op dat we dat hardpoint moeten blijven houden. En het is zeker nog niet verloren. Het is zelfs best nog wel spannend van... Of we dit wel of niet kunnen gaan halen. Kijk, weet je, we komen echt steeds dichterbij. En hun raken denk ik al licht in paniek. Want, ja, wat nu als wij het hardpoint blijven houden? En weet je, het gaat er nu wel echt om spannen. En dat is het mooie. Wij beginnen eigenlijk ook keihard bij te komen. Ondertussen zijn er nog wel maar 5 seconden die over zijn. Dus de tijd die tikt voor ons wel enorm eigenlijk. Oeh, ja... Het wordt echt spannend dit. Ja, 3 seconden. Er mag echt helemaal niks meer fout gaan als wij nu zouden willen winnen. Hoeft maar 1 seconde een tussenpauze te hebben. En dit is voorbij, dus...
En dat willen we eigenlijk natuurlijk niet. Dat willen we zien te voorkomen. Of we dat kunnen voorkomen, dat weet ik nog niet. Maar ik ga mijn uiterste beste voor doen. We komen echt steeds dichterbij. 214 punten. En ah, jammer. Het is over. Het was echt zo spannend. Ik heb 40 kills gemaakt. En 45 deaths. Dus een redelijk netjes potje. En 1 minuut en 16 op het halfpoint gezeten. Dus ja, dat vind ik best wel netjes. Ik kwam natuurlijk wat later in. Maar dat maakt voor de rest helemaal niks uit. Anders hadden we trouwens die 50 kills kunnen halen misschien. Maar ja, wie weet. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.